Yummy. Wauw, dat zijn veel goodies. Ik wil het allemaal. Oh, ik denk dat ik te veel heb gehad. Elsa, alles goed? Ik heb nieuws. Neem de test mee naar de werkplaats. Haal er een stukje uit. Vorm de druppels. Knip de draad. Bedek met glitters. Een bundel ballonnen. Zullen we Elsa feliciteren? Oh my gosh. Ik word vader. Yes. Gefeliciteerd. Thank you. Ik ben zo blij. Zal ik je bedekken met een deken? Laten we er een kussen onder leggen. Wil je nog iets anders? Elsa, geen zorgen. Okay. Hey, kun je me horen? Ik heb een plan. Jelly hersens met ogen. Yum yum. Oh nee, bedankt. Olaf, leid je zus niet af. Oké, misschien ligt er iets in de koelkast. Pak de pot. Snijd de container open. Voeg een deksel toe. Teken de vis. Kleur het stuk. Laat het een tijdje in de koelkast. Oh, dat zal geweldig zijn. Elsa, dit is voor jou. Eeuw, wat is dat? Mmm, zo lekker. Heerlijk. Oh, buikje. Is het tijd? Olaf, wat heb je gedaan? Oeps, de ambulance is er. Elsa, wacht. Waar is de dokter? De dokter is er. Hebben we elkaar al eerder ontmoet? Wil jij voor haar zorgen? Nou, laten we een echo maken. Ja, ik begrijp het. Alles komt goed. Niet gleuren. Oké. Er is iemand in de wolken. Haal het kindje. Zet een hoed op. Knip de uiteinden af. Teken eromheen. Er is een babybroertje. Hi daar. Elsa heeft een tweeling. Laten we de baby's ruilen voor ijspegels. De kleintjes gaan met mij mee. Oh, no. Mijn kleine neefjes. Laten we ze gaan ontmoeten. Jouw baby's. We zijn nu ouders. Yes. Ik ben zo blij. Laten we naar huis gaan. Woehoe. Welkom, meiden. Slaap lekker. Ga slapen, lieverd. Waar moet ik ze neerzetten? Mijn handen zijn moe. Yeah. Wat gaan we doen? Het is moeilijk om een ouder te zijn. Kom op, kinderen. Laten we gaan slapen. Elsa, je moet rusten. Yes. Lalilou, we kunnen het niet zonder jou. Help de baby's in slaap te laten vallen. Oké, neem een stuk karton. Gebruik een schaar. Lijm de stukken aan elkaar. We hebben nog veel meer nodig. Monteer het frame. Maak het aan de binnenkant vast. Borstel het. Vul het met holle vezels. Een gezellig wiegje voor kleine baby's. Baby's, jullie zullen het hier op je gemak hebben. Hé, hey Elsa, ze zijn in slaap gevallen. How sweet. Wat doe je het geweldig. Yes. Ik ga een dutje doen. Wil je naar ze kijken? Ja, yeah, oké. Okay. Huh? Wat is er, lieverd? De baby's smolten. Hoe komt het? We zijn de baby's. Ik was hier niet klaar voor. Weet jij wat reinheid is? Rustig maar. Laat me je luier verschonen. Eeuw, dat is nu te veel. Ik moet alles opruimen. Laten we het in de wasmachine doen. Neem een plastic deksel. Ik hou van roze. Teken een blanco. Maak de trekkingen vast. Hang het scherm op. Stel de modus in. Laat de draad lopen.
De machine zal het u gemakkelijk maken. Wow. Dat is alles. Laten we de instelling instellen. Het werkt! Baby's, tijd om de luier te verschonen. Het is gelukt! Wow. Nu ben je schoon. Yes. Wie is cool? Olaf is cool. Ik ben zo terug. Ik ga even rustig zitten. Stil. Een ogenblikje. Oh, dat klopt. Een babyfoon zal me helpen. Hallo, bezorging? Yeah. Bestelling geaccepteerd. Thank you. Pak de verf. Schroef het deksel los. Zal de dop van pas komen? Natuurlijk. Lijm een straslens vast. Haal de speld eruit. Plaats de antenne. Geef de bestelling door aan de koerier. Bedankt, Lalilu. Ik ben hier weg. Meneer, heeft u een babyfoon besteld? Oh ja, die is voor mij. Nou, laten we kijken. De kleintjes staan onder toezicht. Ik zal het hier neerleggen en ik kan uitrusten. Jee, hij is weg. Wat was al dat lawaai? Wacht, Jack? Elsa? Echt niet. Hoe zijn ze in de handen van Olaf terechtgekomen? We moeten ze redden. Yes! Lalilu zorgt voor alles. Wat zit erin? Materialen. Traceer de schablonen. Knip de lege plekken uit. Naai de helften aan elkaar. De bovenkant is klaar. Nu het hoofd. Leg de lege plekken bij elkaar. Het is een kip. Kinderen zullen dol zijn op het speelgoed. Yes. We brengen de baby's terug. We moeten ze inpakken. Yeah. Poppentheater speelgoed. We hebben een plan nodig. Good. Zie ik eruit als een bezorger? Reken maar. Laten we gaan. Zet een like om voor het stel te laten werken. Oh, verberg je. Okay. Delivery. Wat? Onderweg. Wie is daar? Pizza bezorger, meneer. Mag ik binnenkomen? Tuurlijk, kom binnen. Wat een leuke verrassing. Ja, herken je me? Jack, wat doe je hier? Elsa! Uh-huh. Ik zal alles uitleggen. Voer de metingen uit. Maak het kleine bakje vrij. Verf het oppervlak met een spons. We nemen de spiesjes eruit. Versier met kristallen. De ijskooi zorgt ervoor dat de schuldigen niet konden ontsnappen. Oh, nee. Hey. Laat me eruit. Dit is een vergissing. Waar zijn de kinderen? Breng de baby's terug. Mama, papa. Oh, kinderen. Gaat het? Yes. We zijn weer bij elkaar. We laten je niet met rust. Mijn lieve neefjes. Kijk eens wie hier is. Laten we er een show van maken. Kickin' Chicken en Picky Piggy staan op het podium. Ik ben blij de kleintjes thuis te verwelkomen. Geef de acteurs een applaus. Oh, laat me eruit. Dat had ik niet moeten doen. Heb je spijt? Ja. Yeah. Vergeef me. Oké, Olaf. Lalilu, zullen we een sneeuwman troosten? Yes. Polijst met een nagelvel. Haal de lichte klei eruit. Maak een holte. Kies een neus. Natuurlijk, een wortel. Neem een takje. Dit zijn de armen. Kleine sneeuwman. Olaf zal iemand hebben om voor je te zorgen. Olaf, verrassing. Jee, sneeuwbabies. We zijn nu allemaal ouders. Oh, lieverd. Laten we ze samen opvoeden. Ik ben zo blij, schat. Er is een nieuwe toevoeging aan onze familie. Yes. Lalilu, help me een instax te maken.
Oh, makkelijk. Laten we met een klein mes werken. Scheur het. Kunststofstuk. Lensring. Versterk het. Geschrijf het logo. Wow. Kan niet wachten om foto's te maken. Lalilou, pose. Okay. Glimlach meer. Begrepen. Yeah, bedankt. Lieverd, waarom ben je zo kieskeurig? Wil je naar de wieg? Oh, lieverd, ik zal een portret maken. Nou, ik ben niet zo'n kunstenaar. Poseer, kleine. Wow, een mooie foto. Laten we de locatie veranderen. Wat dacht je van de hond? Nu met speelgoed. Ik wil een groepsfoto. Zijn lichaam neemt het schot, zijn hoofd poseert. Cool, familiefoto's om nooit te vergeten. Laten we de foto maken. Een pop. Neem wol. Een pony. Een pop. Vlecht het. Bind het met een gestreept lint. Versier met sneeuwvlokken. Een mooie jurk. Naar de glijbanen. Oeps, niet genoeg ruimte. Oké, volgende. Olaf, het is jouw beurt. Oh, ik heb het verprutst. Ik ben Jack. Wie is dit liefje? Hoe zie ik eruit? Good. Lijkt erop dat de eerste gevoelens beginnen te ontluiken. Laten we samen spelen. Okay. Ik maak een foto. Neem een klompje klei. Maak een balletje. Meer. Verf aan de slag. Ik hou van jou. Bedek met nagellak. Een heleboel ballonnen. Meiden staan in de rij voor de suikerspin. Hallo. Zoete kou, wie is er eerst? Ik. Nee, ik. Waarom wil je een suikerspin? Ik hou ook van snoep. Je haar is zo zacht en luchtig. De kleine man probeert Elsa's hart te winnen. Ik vind Jack echt leuk. Oh, een hint. Ballonnen plus Jack staat gelijk aan liefde. Hier, deze is voor jou. Wat schattig. Ik vind het leuk. En ik vind jou leuk. Jee, ik ben zo blij. Ik vlieg weg. Elsa, waar ga je heen? Ik kom terug. Waar ben ik? In de werkplaats van Lalilou. Laten we het silhouet van de prinses schetsen. Naai patronen. Pas het. Voeg patronen toe. Trek kousen aan. Sneakers. Mag ik dit? Oké. Super. Alles waar ik van droomde. Mijn sneeuwkoningin. Oh, Elsa is hier. Hé, hey, ja, kijk naar jou. Jack? Oh. Ik pak mijn leerboek. Laten we naar de les gaan. Oké. Ik zal haar een briefje sturen. Nice. Zal ze akkoord gaan met een date? Oh, ik vergat mijn pen. Wat? Dit is van Jack. Mijn eerste date. Woe. Gefeliciteerd. Thank you. Polycystreen. Laten we het snijden met een mes. Kleur het. Bevestig luidsprekers. Knoppen toevoegen. Waarom hebben de helden walkie-talkies nodig? Jack maakt zich klaar voor een date. Ik heb bloemen nodig. Oh. Mooi, net als Elsa. Anna, help me. Oké.
De walkie-talkies staan klaar. Hij is zo knap. Ik ben weg. Hi. Elsa, dit is voor jou. Zeg, bedankt voor de roos. Bedankt. Elsa, kopieer. Geen ballonnen. Wat? Ik kan je niet horen. Elsa, wat is dat geluid op de achtergrond? Oh nee, het koppel vertrekt. Oh my god. Bereid de stof voor. Maak de overzicht van schablonen. Knip details uit. Kies geel. Zet vast met pinnen. Naai de randen. Vul met piepschuim. En polyester. Naai het. Beanbags, hoe comfortabel. Elsa en Jack komen aan voor de date. Phew, we zijn geland. Laten we naar de poefs gaan. Thank you. Je bent zo sterk. Zacht. Kijk. Wow. Laten we een film kijken. Oh-oh. Er zijn kussen. Stop, niet kijken. Het is de verkeerde video. Oeps, mijn fout. Oh, ze houden elkaar zijn hand vast. Wat schattig. Wee, cupcakes. Laten we de meest smakelijke kiezen. Knip het uit. Neem een markering. Certificaat voor Elsa. Ik hoop dat ze mijn cadeau leuk vindt. Cupcake voorburg certificaat voor de workshop. Stil, het zal een verrassing zijn. Ik zal een huidmasker aanbrengen. Oh, wat is het? Een cupcake? Oh, papier. Is het een certificaat? Wow. Kan niet wachten om erachter te komen. Elsa, heb je mijn verrassing gevonden? Cupcake? Niet zo lekker. Ik heb er nog één. Eet het niet. Melk. Giet het in de pot. Suiker. Maak het warm. Dit is mastiek. Doe het in de blender. Jee, het glazuur is klaar. Vul een zakje. Knip de punt af. Bereid een tractatie voor. Ziet er lekker uit. We kwamen voor de workshop. Hier is het certificaat. Okay. Laten we gaan creëren nu. Versier de taarten met gekleurd glazuur. Aha. Mag ik een schort? Tuurlijk. Thank you. Ik teken een sneeuwvlok. Hoe gaat het? Oh my. Ja, ik ga akkoord. Wauw. Dat is wat ik eetlust noem. Oeh, ik heb te veel gegeten. Ik moet naar de dokter. Ambulance! Wis het gezicht. Laten we de ogen doen. Wat lichte klei. Vorm het haar. Blauwe luiers. Teken patronen. Kopieën van mama en papa. Jack en Elsa hebben kleintjes. Kleine wonders. Yeah. Oh jongens, hallo daar. Olaf, help mee. Kun jij oppassen? Zeker. Bye. Laten we plezier maken met oom Olaf. Oh, je bent zo actief. Ik heb een sneeuwpop laten zweten. Oh, ben ik in slaap gevallen? Waar is mijn neus? Olaf past op kleine Elsa. Hoe gaat het, baby? Wil je met blokjes spelen? Spel je naam voor me. Oh, eten? Ja, ik wil eten. Hier is wat melk, baby. Het is warm. Oh, hoe kan ik het afkoelen? Lalilu, help me. Ik heb een koelkast nodig. Oké.
Schets een stuk karton. Knip de details uit. Verf het van binnen uit metallic. Zet de deur op het scharnier. Bedek het met lichte klei. Laten we het splitsen. Heb je gebeld? Ik heb de kleuren meegebracht. Thank you. Verf de koffer. Zet er een logo op. Elsa, Lalilou heeft ons iets gegeven. Zet de fles erin. Oh, het is zo koud hier. Jee, het is gelukt. Ze is vol. Wauw, er zit een pop in het ijs. Wis de oude wenkbrauwen. Ah, mijn neus. Weer een wortel kwijt. Hou je vast. We nemen een banaan. Laten we hem groter maken. Oh, perfect geel. Ik heb de verf. Teken lichte wenkbrauwen, blauwe ogen. Knip de paardenstaarten af. Het is tijd om de stijl te veranderen. Wit haar. En een kapsel. Vergeet de vlecht niet. Leuke kousen op de benen. Laten we zwarte schoenen toevoegen. Prachtige kleuren. Een paar naden. We hebben een mooi shirt. Laten we een rok aantrekken. Verf de rok en bretels met bloemen. Ons kleine wonder wordt groot. Anna en Elsa vermaken zich op de speelplaats. Zullen we een ijsje nemen? Heerlijk. En nu naar het zwembad. Jee! Ik ben moe. Ik weet het. Een echt wintersprookje. Kinderen, hebben jullie het koud? Niet helemaal. Deze twee vervelen zich nooit. Maak een nieuwe pop klaar. Laten we wat verf pakken. Teken ogen en wimpers. Bedek haar met blanke nagellak. Staat het me goed? Olaf, Elsa heeft dat haar nodig. Doe de perfecte styling. We hebben een nieuwe outfit nodig. Knip het uit. Goed geknipt. Laten we wat patronen aanbrengen. Oorbellen fonkelen in haar oren. Elsa is een tiener geworden. Weer een schooldag. Oh, waarom is Joey zo schattig? Vind je hem leuk? Nou, een beetje. Oh jee, hij komt eraan. Hey meiden. Hallo. Hij is zo schattig. Elsa, stop met hem te stalken. Laten we gaan. We hebben zo les. Ik kan een biechtbrief achterlaten en haar kastje versieren met stickers. Zo spannend. Anna, wat is dit? Kijk! Wow. Oh, hij heeft een date gevraagd. Je moet er geweldig uitzien. Er zijn nog extra krulspelden over. Geef hier. Splits het rietje. Bevestig het handvat van de haardroger. Verf het lichaam zilver. Maak een pakje. Ga over de omtrek. Verbind de snijder.
Pak het in met roze schuimpapier. Een vouwdoos met een deksel voorkomt dat je Dyson valt. Laten we dat stylen. Hallo. Ik wil iets nieuws doen met mijn haar. Zeg maar niks meer. Laten we je poppen. Ik gebruik een föhn. Voilà. Zo kan ik niet naar buiten. Te pompeus. Ik heb iets eenvoudigs nodig. Maar niet zo. Elsa, wat is er met je haar? Zo gaat het niet werken. No. Mijn droger zal de afspraak redden. Veel plezier. Heerlijk. Deze droger maakt elke styling makkelijk. Oh. Hoe moet ik me gedragen? Pak wat piepschuim. Twee losse flodders. Laten we een net toevoegen. Laat het eruit zien als iets wat onze zusters zouden dragen. Maak draadantennes. Kom binnen, hoor je me? Ik zal luisteren. Maak je nergens zorgen over. Okay. Joey, hallo. Hallo. Ik heb een boeket voor je gemaakt. Wow. Wat moet ik doen, Anna? Bedank hem. Bedankt, knapperd. Klaar om naar een café te gaan? Oh, wat een schattig katje. Stop, laat me je aaien. Schatje. Oh, een radio. Spionagespelletjes? Wat moet ik nu doen? Ik heb geen idee. Maak je geen zorgen. Stop een wortel in zijn neus. Okay. Elsa, gaat het? Ja, dit is voor jou. Wat? Dit is... vreemd. Oh nee, we moeten de datum vrijhouden. Anna, kijk. Ik heb er altijd van gedroomd om in de lucht te klimmen. Zullen we het proberen? Oh, er is een hoogteverschil. Ik ben te klein. Lalilu, help me. Ik wil groot worden. Kijk eens in de spiegel. Oké. Hallo, wat gaat er gebeuren? Verwijder make-up. En wenkbrauwen. Teken blauwe ogen. Laten we eyeliner aanbrengen. Zachte make-up. Brow Pro, aan het werk. Nou, hoe vind je dat? Mooi. Laten we het haar knippen. Stijlvolle paardenstaart. Kappers zijn professionals in hun vak. YouTube-levering. De perfecte stoffen voor de look. Een sparkelend topje voor het accent. Knip details uit de blauwe stof. Naai een skinny jeans. Gebruik de stof. Wauw, een lange trenchcoat. Laten we het winters patroon verven. Doe er een riem om. Kralen, bergkristallen en stenen. Voeg een lichte cape toe. Elsa ziet er perfect uit. Great job! Jee, nu pas ik het. Ik kan alles. Zus, ik geloof in je. Wauw, het is me gelukt. Yes. Goed gedaan. Wat is dat ding dat daar hangt? Wow. Anna, wat hangt daar beneden? Check, nee. Please. Wow. Je bent veilig. Ik wil het goed maken. Oké. Okay. Ik hou van sneeuw. En ijs? Huh? Natuurlijk. Wauw. Wat een leuk stel. Wat een leuke achtergrond. Gebruik plastic van de verpakking.
Maak inkepingen. Vul de vormpjes met yoghurt. Voeg stokjes toe. De ijslollyvorm maakt het toetje makkelijk. Het is tijd voor plezier. Ik nodig mijn vrienden uit voor een ijsje. Hallo Anna. Olaf, kom op bezoek. Hoera, ik kom zo. Ik kom eraan. Ik zal de tafel vroeg dekken. Maar waar zijn ze? Oh, ik wil zo graag ijs. Ik eet mijn portie op. Oeps, ik heb te veel gegeten. Mijn buik doet pijn. We zijn hier. Elsa, wat is er met je aan de hand? Arm ding. Misschien is ze zwanger. We brengen je naar het ziekenhuis. Jongens, jullie hebben het helemaal mis. Stil, maak je geen zorgen. Ik breng je naar de slee. Anna, kunnen we sneller gaan? Volle kracht vooruit. Hallo? Dokter, we hebben een dokter nodig. Please. Op een slee? Cool, vul de medische geschiedenis in. Dit is indrukwekkend. Laten we gaan. Lichte klei is klaar. Welke zullen we kiezen? Kneed het. Vouw de omslag. Laten we een inscriptie toevoegen. Gebruik sneeuwpoeder. Oh, Elsa staat op de foto. Sneeuwmagie. Laten we papier toveren. Plaats de vellen. De patiëntenkaart is vol. De lijst met symptomen is compleet. Hallo? Deze alleenstaande moeder moet onderzocht worden. Oh. Maak je geen zorgen, lieverd. Een echo zal alles laten zien. Wacht, is dat... Unbelievable. IJs? Dat kan niet. Oh. Ik zei het je toch, alles is in orde. Elsa, Elsa, ben je zwanger? Hey. Nog eentje. Markeer wat piepschuim. Snij de grafsteen uit. Schuren. Voeg scheuren toe. Nog eentje. Verf de steen blauw. Laat het een beetje verouderen. Versier het met ijsstokjes. Ik heb de fundering meegebracht. Het wordt een legendarische grap. Wat moet ik doen? Dat klopt. Ik zal streken uithalen met de meiden. Laten we een vuur maken. Een emmer sneeuw. Een paar takjes en een wortel. Perfect. Ze zullen niks vermoeden. Elsa, heb je Olaf gezien? Ik zoek hem ook. Oh, Anna, kijk. Zijn wortel. Oh nee, Olaf is gesmolten. Onze beste vriend is weg. De grap heeft gewerkt. De meiden zetten een grafsteen op, ter nagedachtenis aan de sneeuwman. Heb je me gemist? Een zombie. Olaf, leef je nog? Wat een opluchting. We zullen je nooit verlaten. We houden van je. Laten we een ritje met de slee maken. Laten we het knutselbord voorbereiden. Nu hebben we een lichaam van een salamander. Voeg pootjes en details aan het gezicht toe. Wauw! Knip diamanten uit. Teken ogen. Bruni is zo'n schatje. Anna en Elsa hebben een fastfoodfeestje. Oh, ik heb te veel gegeten. Ik ook. Mijn buikje zit vol. Meiden, er is nog steeds ijs over. Deze pizzadoos beweegt. Oh, wie is daar? Spook? Oh
Broenie is ook een fan van bessenijs. Kan degene die ons liet schrikken. Kom bij me, lieverd. Broenie, kom erbij. Er is genoeg ijs voor iedereen. Maak een fruitschaal. Deze sneeuwvlok zal dienen als standaard. Giet een glazen beker met hete lijm. Onze ijsmal bevroor. Fruit om te serveren. Voor elke smaak. Oh, ik werd bang. Ik wil eten. Zoveel fruit. Bananen, bananen. Olaf, wat is er aan de hand? Elsa, gaat het? Sorry, wat heb ik gedaan? Zoveel kleuren. Oranje, we hebben je nodig. Knip de strook uit. Zoveel details. Korte spiezen in. Maak de zijkanten vast. Nu hebben we comfortabele rekken. Laten we lichte klei kiezen. Zwart. Comfortabele handvatten. Voeg riemen toe. Stabiele benen aan de zijkanten. Zuster, hoe kan ik helpen? Het is mijn schuld. Heeft ze een hersenschudding? We moeten haar hoofd inpakken. Oeps. Bel gewoon een ambulance. Natuurlijk, schat. De dokter komt eraan. Wie heeft er hulp nodig? Oh, je ziet er niet goed uit. Maak je geen zorgen. We genezen je wel. Zij heeft hulp nodig. Ik niet. Oh. Ik zal je helpen opstaan. Voorzichtig. Laten we naar het ziekenhuis gaan. Elsa, vergeef ons. We zullen alles opruimen tegen de tijd dat je terugkomt. Maak van een ei een bedpan. Snij een gat. De zetel is klaar. Versier het met sneeuwvlokken en spikkels. Elsa is in het ziekenhuis. Elsa, ik heb een ondersteek voor je meegebracht. Thank you. Oeps, dachten ze echt dat het een kattenbak was? Elsa, hoe voel je je? Veel beter. Bloemen zullen je opvrolijken. Waar zal ik ze neerzetten? Nee. Oh, perfect. Ik voel me nu veel beter. Je vaas. De bedpan is niet voor bloemen. Sorry. Wat zit er in de etui? Een puntenslijper. Maak alles schoon. Geef de stofzuiger eens door. We hebben een blauwe nodig. Steek het in de buis. Sluit het aan. Kies lichte klei. Licht roze. Voeg wielen en knopen toe. De Lego-stukken zullen dienen als ventilatie. Plastic tongschraper. Wees voorzichtig. Vouw een handige borstel. Borstels op een plaats. Een krachtige stofzuiger red je meteen van het vuil. We hebben er een echte puinhoop van gemaakt. Elsa viel. Want we zijn zo dom. We moeten alles opruimen. Ik pak de stofzuiger. Wacht, ik neem eerst al het grote afval mee. Wauw, zoveel pakjes. Stofzuiger aan het werk. Haha, lafaard. Ik heb het gedaan. Je bent op tijd. Deze stofzuiger werkt niet. Hoe kunnen we alles opruimen? Laten we eens kijken. De container moet verstopt zijn geraakt.
We moeten het huis vaker schoonmaken. Laten we de Lego-structuur afbreken. We zullen dit nodig hebben. Maak een bloeddrukmeter. Spits het. Verbind de stukken. Laten we een manchet maken met een knop. Een handvat gaat aan de andere kant. Bloeddrukmeten is heel makkelijk. Hoe voel je je? Bedankt, geweldig, verpleegkundige man. We nemen je druk op. Adem rustig en maak je geen zorgen. Tot nu toe gaat het goed. Stan, de hoofddokter roept je. Juist, dat was ik vergeten. Geen zorgen, ik ga door. Oh my. Het is een hoge bloeddruk voor een jonge dame. Dus, alles is in orde? Oh, juist. Je bent nu veel beter. Rust uit. Dank je. Bereid de holografische details voor. Maak een drager. Ik heb helder plastic meegenomen. Bedankt, vriend. Voeg een frame toe. Schuur schuimpapier. Onze thermische drager is bijna klaar. Deksel met een venster. Comfortabele remen. Wauw, perfect ontwerp voor Bruni. Deze drager houdt de juiste temperatuur. We hebben alles opgeruimd. Laten we Elsa bezoeken. Arm ding. Hij mist Elsa ook. Laten we meenemen. Oké, ik heb een tas. Het is krap. Misschien een doos? Slecht idee. Ik weet het. Elsa had een thermische drager. Wow. Hier, baby. Laten we gaan. Wow. Zoveel potjes. Gevuld met vitamine. Omega-3 is een zeer nuttige microvoedingsstof. De afdruk is klaar. Maak een doosje. Essentiële vitamines versnellen het herstel. Snijd de buis door. Dit deel van het handvat zal dienen als dispenser. Zalfdoos. Deze kit zal Elsa helpen sneller te herstellen. Elsa, we komen je bezoeken. We hebben zelfs Bruno bij ons. Jee, hallo. Ik ben blij dat jullie hier zijn. Kijk eens wat ik heb. Een hoop vitamine, mineralen en zalf. Wauw, ik heb nog nooit zoveel medicijnen gehad. Hé, hey, hoe gaat het? Wauw. Deze lotion en vitamine zijn een goede aanvulling op de behandeling. Bedankt, vrienden. Laten we een bord maken. Inlijsten met glittertape. Slinger. Het is nu verlicht. MRI scant op de witte achtergrond. Installeren paneel. Knoppen toevoegen. Dankzij de moderne technologie kun je het hele lichaam van binnenuit bekijken. Elsa krijgt een MRI. Hoe voel je je? Ik ben oké. Hallo? De procedure is volledig pijnloos. Ga liggen en ontspan je. Ik zet het apparaat aan. Klaar. Nu wachten op de resultaten. Oké. Schat, ben je in orde? Ja, het gaat goed. Hier zijn de scans. Eens kijken. Geweldig, alles is goed. Oh nee, ze wordt ontslagen. Ik denk dat ze dan naar huis kan. Thank you. Zuster, je bent gezond. Alles is gelukt. Slinger. Een bal. Te groot. Deze heb je nodig. Rol lichte klei uit. Wikkel de bal. Heldere klonten worden ballonnen. Zet ze op stokjes. Bedek ze met transparante nagellak. Leg ze in de UV-lamp. Klaar. Maak een feestelijke stand. Leuke toevoeging. Versier de ballonnen met een Welcome Home poster. Laatste voorbereidingen. Het lijkt erop dat alles klaar is. Ze komen eraan. Oh, ik verstop me.
Wauw, wie heeft dit gedaan? Is dit allemaal voor mij? Wow. Zoveel decor. Iemand heeft het geweldig gedaan. Verrassing. Gelukkig herstel. Wauw, dit is zo schattig. Mooie dame, ik nodig je uit om te dansen. Ze zijn zo schattig. Anna en Olaf begonnen te dansen.